Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Maar het is wel leuk om hier terug te zijn. Als ik zeg, ik voel me wel hier thuis. Dus ja, het is mooi om te zien. Als ik hier kom, ik alleen maar lachen. Ik ben niet verdrietig geworden. Maar ja, ik ga de supporters zien, ik ga de sfeer kijken, ik ga de club kijken om te spelen. Dus de feeling is goed. Een debutant te zien in de competitie bij Heracles Almelo. Everton Ramos da Silva heeft sinds vrijdagavond de benodigde papieren bij zich om te mogen spelen in de Nederlandse competitie. Kijk, de eerste toen ik hier kwam was, was een beetje een moeilijke situatie. Omdat ik wist geen Engels, geen Nederlands, dus alleen maar Portugees. Dus... ik zie iedereen praten. Ik dacht, hey, deze mensen praten. Ja, ik versta helemaal niks. En het wordt moeilijk de eerste paar weken leren met de jongens, met Rob Maas, Karim Brigi. Een beetje leren kaats, terug, draaien, dat soort dingen van de veld. Dan gaat het wel goed. Ja, op de veld moet je niet zoveel praten, gewoon doen. Alleen buiten het veld is een beetje anders. Moet wel praten. Ik probeer te studeren. Een boek gekocht, Nederlands, Portugees. En daarna probeer te praten. Hoe kan ik praten en zo. Soms praat ik niet goed. En de jongen zegt, het is niet zo. Je moet praten. Dat is mijn geroepen. Daarom heb ik zo goed geleerd. Ja, soms, als je zegt, het wordt niet goed, de mensen gaan gewoon lachen. Maar hier niet. Hier waren de jongens waren wel goed voor mij geleerd. Niet zo praten, je moet zo praten. En daarom heb ik goed geleerd, denk ik. Een van de weinige Nederlandse zinnen die Everton Ramos da Silva beheerst is: ik wil scoren. Dus wat dat betreft zit het wel goed met de Braziliaan. Ja, het was wel een pas van Piek Hagen, hè. Tegen Utrecht, hier thuis. Piek schoot naar voren en ik vecht met verdedigen, draai om en met punt. Ik scoorde, was in het publiek, was fantastisch. Het is zijn eerste treffer in dienst van Heracles. En gezien de verwachtingen en gezien zijn potentie zal het zeker niet zijn laatste zijn. Everton Ramos da Silva. Daarom wil ik weer elke keer scoren, omdat je hoort de publiek schreeuwen, jouw naam. Ja, in Brazilië is het niet zo. In Brazilië is scoort en gewoon het publiek feest met jou of zo, maar niet als hier. Ja, de publiek zegt jouw naam, Everton Ramos daar, en het publiek Silva. Ja, dat is fantastisch om te horen. En daarom wil je meer doen, En, ik voel gewoon nog steeds. Ik heb kippenvel als ik erover praat. En ik vind het wel mooi. Die spelers, die staf, hebben mij zo gepakt. Zeg, kom hier, je bent één van ons. Dus, en ik voel me zo thuis dat ik. Die adaptatie was gewoon goed. Ik moest gewoon doen wat ik doe in mijn leven, dus alleen is anders, is wel anders de positie, de dingen die je moet doen, je moet wel
adapteren of op de field, in de training. Maar ik vind wel dat het was niet zo moeilijk. Ja, ik denk dat die beweging, denk ik, goede positie, keuze. Altijd voor de goal was ik al altijd. Actie maken was ik niet zo van actie maken. En, alleen 1-2'tjes maken, maar niet zo dribbel. Ja, ik ben niet speler dat zo dribbel iedereen en gaat scoren. Ik heb spelers ook nodig om 1-2 de bal te krijgen. Kopen, scoren. Ja, ik denk dat het beter geworden. Hij is gehuurd, Everton. En ze willen nu al zijn contract openbreken en definitief eigenlijk vastleggen. Ze zijn zeer van hem gecharmeerd in Almelo. Het eerste jaar moet ik leren. En toen ik naar Brazilië kwam, de voorzitter wil niet laten weg. Hij zegt nee, je gaat hier blijven. Maar Heracles wil mij hebben voor nog meer. En de voorzitter van Brazilië zegt nee, je gaat hier blijven. Omdat er zijn grote clubs die jou willen hebben hier. En wij willen jou ook voor de competitie. En ik zei nee, ik ga weg, ik ga naar Nederland terug. Ik moest naar Heracles, ik wil niet hier blijven. Ja, ik heb wel veel dingen, ik heb wel gevecht om terug te komen. En gelukkig is het goed gekomen, dus ik leef gewoon Heracles. De mooiste was tegen Twente uit. Ja, dit was geen woorden om te zeggen. Het was fantastisch. Niet alleen voor mij, denk ik, maar ook voor de supporters van de spelers. Daar hebben we een 3-2 mooie wedstrijd gespeeld. Iedereen. En die andere was tegen AZ uit voor de beker, de halve finale. Dus was ook fantastisch. Ja, 4-2 gewonnen. En na de wedstrijd, ik heb zoveel gegeven dat na de wedstrijd ik had kramp in mijn twee benen. Dus ik denk dat de twee wedstrijden was de mooiste. Ik had wel een paar keer kans om weg te gaan. Ja. Maar ik wist nooit. Hè. Ik hoor alleen maar als ik terugkom, dan hoor ik wel iets. Waarin wel clubs die mij willen hebben. Maar wordt niet, is niet doorgegaan. Maar daarna, ik was al laatste jaar hier, ik was al 30 jaar en ik zei nee, gewoon rustig en wachten wat komt. Was mijn laatste jaar, ik zeg nee, ik ga gewoon iets anders doen, andere leven, andere club. De Braziliaan werd minutenlang toegezongen en hield het niet droog. Na 7 jaar Heracles en 70 doelpunten in de Eredivisie vertrekt Everton uit Almelo. Ja, is moeilijk. Ja, zeer goede supporters, maar ongelooflijk. Ik heb alles voor deze club geprobeerd te doen. Als die supporters nu nog zingen, Evie moet blijven, wat denk je dan? Ja, ik heb een liedje van Marco Borsato gehoord, die heb gebleven in mijn hoofd. Die heette Afscheid nemen bestaat je niet. Ik ga wel weg, maar ik verlaat je niet. Dus mijn hart is wel voor Heracles. En ik blijf voor Heracles. Het maakt niet uit waar ik ben, waar ga ik spelen nu. Ik ga altijd voor Heracles. 7 mooie jaren in Almelo. Ik had het toch niet verwacht. Maar het waren 7 mooie jaren van mijn leven, denk ik. Ik heb mijn 2 kinderen hier geboren. Mijn vrouw achter mij elke keer.
Dus ja, ik moest alleen maar alle supporters en Heracles spelers, heel Heracles, gewoon Almelo bedanken voor dit mooie 7 jaar. Ik krijg de kans om naar Saudi-Arabië te gaan. Dus het is moeilijk om niet te accepteren. Dus daarom ben ik weggegaan. Ja, het was wel een goede team. Het is wel een goede club, een grote club van Arabië. Ja, wij waren kampioen van de Liga in de Copa do Príncipe. Ja, Copa of Prince, denk ik. En ja, maar het is niet zo als hier. Het is wel anders. Het niveau is laag. Het is een beetje langzaam. Dan is niet zo fijn om te spelen. Dus ja. Maar het was wel leuk om daar te gaan. Nieuwe cultuur, gelezen. Ja, dat is wel mooi. Daarna heb ik in China, Shanghai, Shenzhen, daar gespeeld. Daarna ben ik terug naar Brazilië. Guarani, Rio Claro, Taubaté, 15 Piracicaba. En daarna ben ik naar Portugal gegaan. Ja, ik speel bij Paivense, Sporting Club Paivense. Maar het is wel leuk om te spelen. Het is niet zo professioneel. Het is wel een beetje, derde, vierde league of zo. Maar het is wel leuk om te spelen. Die spelers zijn wel zijn goede mensen. Die trainer had ik al met hem gespeeld bij een andere club in Portugal. En hij wist hoe ik speel. En met de club gaat het wel ook goed. Ja, wij waren kampioen van de serie. Van de Soe, van de site. Nu we gaan andere competities beginnen met van de Noord en de site. Die vier eerst van de site tegen vier eerst van de Noord. Voor de kampioen te worden van de competitie. En en de club heeft nooit dat gedaan. Dus het is de eerste keer dat de club kan doorgaan naar een andere divisie. En wij vinden het gewoon mooi om daar te gaan en helpen met dat soort dingen. En ik blijf scoren, dus dat is ook mooi om te scoren. Ja, ik heb 19 wedstrijden daar gespeeld en 19 doelpunten gemaakt. Dus het gaat wel lekker. Maar het is wel lekker. Het is wel een mooi land, rustig. Voor mijn familie is security, veiligheid. Hè? Veiligheid is wel goed. Dus, ik denk altijd over mijn familie, dus daar is wel een goede plek voor ons, denk ik.
maakt niet uit of ik hier ben, of ik in Arabië, in China, Portugal, Brazilië. Ik volg Heracles altijd. Ik weet alles wat gaat gebeuren. Ik zie alles. Ik was heel blij met Sammy, dat Sammy terugkwam. Ik volg Heracles. Ik ga niet, ik zal het nooit vergeten. Het is mijn club. Iedereen vraagt mij in Portugal, Effie, wat voor club heb jij in Portugal? Ik zeg, wie is eerst? Oh, Porto is eerst. Oké, ik ben van Porto. Ik ben eerst altijd. Nee, ik heb alleen maar één club en Heracles is. Ja, de club is gegroeid. Het is wel mooi. Het stadion is een mooi stadion. Je hebt alles. De gym is fantastisch. Ik heb het net gezien. Ja, alles is mooi geweest. Het is echt, ziet wel goed uit. Het is een club dat groeit. Ik vind het mooi dat. De team, ja, de laatste jaren waren een beetje veranderd. Zijn spelers die ik niet ken meer. Maar ik vind wel dat het mooi dat de club groeit. Ja, is wat ik wil wel zien. Heracles naar boven gaan. Ja, samen niet. Ja, wij zijn vrienden voor. We hebben samen gespeeld veel seizoenen, dus veel dansen gemaakt. Ja, iedereen weet ons van de dansing. En samen waren blij. Iedereen zien wij op de veld lachen. Dus ik en Sam is als een broer van mij. Ik hoop dat hij veel doelpunten maakt en ons helpen. Ja, was op een wedstrijd. Ik zeg, hey Sam, ik heb deze dans gezien. Zullen wij ze doen als ik score? En Sam, nee, kom hier. Laat me zien wat we gaan doen. Ja, en ik laat zien en dan begint elke wedstrijd. Wij proberen te trainen in de kleedkamer. Oh, zo gaat dansen. En dan als ik score, dansen wij op de veld. Ja. Wij hebben hier Everton Ramos da Silva. De Heraklieden hebben in het kader van 65 jaar Eredivisie mogen stemmen welke speler zij zien als grootste clubicoon van de Eredivisie. Het kan geen verrassing zijn dat jij met 218 Eredivisiewedstrijden en 70 goals in een mooie zwarte wit het icoon bent geworden. Effie, van harte gefeliciteerd met deze titel. En ik wil jou vandaag een woord geven om het in onze support te zetten. Daarna kun je een keer rond de lopen om een applaus te ontvangen van je denkt. Heerlijk lieden, laat je horen! Ja, ik bedank jullie allemaal, supporters. Heracles, je bent op mijn hart. Ik kan niet zeggen. Het is een heel goed moment en ik ben blij hier om thuis weer te zijn en ik hoop nog een keer terugkomen en met jullie zijn meer tijd. Bedankt allemaal. Die komt van de club, vind ik. Hendrik Kruijsen, dat vind ik wel. René Komschot. Ja, zijn spelers die hier hebben gespeeld en heeft veel gedaan voor de club. Ja, natuurlijk heb ik wel iets voor de club gedaan.
Ja, ik hou van de club. Daarom denk ik, ik vind het niet zo als ik kon. Maar ik vind het wel mooi. Ja, het is fantastisch om een icoon van de club te zijn. En zoals ik, een Braziliaan speler die kleine was in favela en nu is icoon van de club van Europa. Ja, dat is voor mij is mooi. Maar ik vond zelf, ja, het is moeilijk om te zeggen, ja, over mij. Ik weet wel dat er zijn spelers die meer kunnen zijn dan ik, denk ik. Ja, de publiek is niet normaal. Ik heb geen woorden om te zeggen voor het publiek, omdat ik heb zoveel geleefd met het publiek hier. Ja, ik heb, hoe kan ik het zeggen, die publiek zit wel in mijn hart, omdat het maakt niet uit als ik ben hier of niet. Ik ben nu 10 jaar of zo weggegaan. En ik voel nog steeds de liefde van de publiek, van de mensen, van de supporters. En voor mij dat is de mooiste in mijn carrière. Ja, klasse. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.